De film is uitgekomen in 1988, dus ik denk dat het verhaal wat ik nu ga vertellen speelt in 1987 of misschien begin 1988. De film was Honneponnetje van Ruud van Hemert. En hij hield er audities voor de, nou ja, niet voor de rol van Honneponnetje zelf, dat was Nana Vanni, wat natuurlijk ook een betere keuze is dan ik. Maar er was ook een rol van een jonge man in, en dat was ik toen. Dus ik mocht auditie doen. Nou had Ruud van Hemert een enorme reputatie. Deze reputatie was omdat hij de film Schatjes had gemaakt, wat eerlijk gezegd een geweldige film was. En deze reputatie had hij te danken aan het feit dat hij een enorm grote bek had en alles om hem heen, acteurs en alles, helemaal koeieneerde tot en met. Adelheid Roos schijnt hem Bruut van Hemert genoemd te hebben. Dus ik had zoiets van, oké, ik ga naar die auditie en dan kijken hoe die man zich gedraagt. Ik bedoel, wij zijn geen watjes hè, in ons vak. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een regisseur die enorm goed is, waar jij beter van wordt als acteur en die erg slechte manieren heeft, dan een enorm vriendelijke regisseur of regisseuse waar je niet wijzer van wordt. Dus ik had zoiets van, nou, maar eens even kijken. Ik had geen zin om me echt te laten piepelen natuurlijk. Nou, dat gebeurde gelijk. Ik deed een scène samen met Nana Vanni. En die was die enorm aan het regisseren. Maar hij besteedde bijna geen aandacht aan mij. Hij was de hele tijd met Nada bezig. Terwijl Nada had die rol al lang. Maar dat weet je gewoon, dat is strategie. Dus ik wist al, oké, deze man speelt spelletjes. Nou, dat was geen verrassing natuurlijk. Dus ik denk, nou, het is goed, ik doe ontzettend mijn best. Maar toen kwam er een moment in de film, dat, of in de auditie, ja goed, dat ik dan zei, wat? Hè? En dat doe ik even zo. Ik schijn dat gedaan te hebben zo. Wat? En toen barstte die los tegen mij. Toen zei hij, echt zoals ik het nu doe. Okay? Ja, die verdomde Nederlandse acteur zat er altijd met je kin naar voren. Ik zal eens een brandende sigaret voor je kin houden. Kijken wat er dan gebeurt. En toen zei ik tegen hem, oh ja, nee, dat moeten we zien te voorkomen. Ik denk, ja, fuck you, ik laat me niet piepelen. En toen, en dat vond ik dan ook wel weer klasse, toen schoot hij enorm in de lach. Ik heb de rol niet gekregen. Achteraf geloof ik dat ik dit niet heel erg zou moeten vinden. Maar Mark Hazewinkel heeft de rol gespeeld. En is een ontzettend aardige jongen.